dat schilderij, als het niet terughangen, dat moet bij ons. Ja, dus het kan een heel hoog bedrag worden, ongeacht de kosten. Dat is misschien niet de slimste zin die u vanavond heeft uitgesproken. Als het eerst al weghangen, omdat het kennelijk geen stuiver waard meer is, staan ze toch wel raar te kijken als ze nou met een immense vordering op ons afkomen, toch? Het zou mooi geweest zijn als u zich bij de algemene beschouwingen ook zo hard gemaakt had. Wat heeft dat ermee te maken? Dan was het schilderij helemaal niet aan de orde. Nee, zeker niet. Nee. En moet ik u verantwoording afleggen hoe ik mij gedraag voor de algemene beschouwing? Nee. U bent geen kiezer van mij, dus ik heb met u weinig. Nee, dat zal wel het laatste zijn wat er gaat gebeuren, inderdaad. Maar waarom gaat u zich tegen mij aan bemoeien als ik in prettig gesprek ben met de heer Huis over een kunstwerk, terwijl met u met zo'n... Of dat je in de Tweede Kamer komt aankakken. Wat hebben de algemene beschouwingen nou in hemelsnaam van doen met de keuze? Nou, het raakt u wel, hè? Met de keuze het raakt u wel. Wij denken te hebben. Hoe onze muren behangen met... Jongens, we moeten nog beginnen over Max Moscovici. Dat doen we zo meteen. Ja. Zullen we eerst even